Met je maxi cozy. Terug gaan weg. Dus ik heb je wel. Tussen. Maxi cozy. Dag aangebroken dat ons derde kindje, ons baby meisje, geboren gaat worden. Voor degene die de vlog van gisteren niet heeft gezien, het einde van de vlog van gisteren hebben we u laten zien dat we gisteren na de verloskundige naar het ziekenhuis moesten voor een extra check-up. Omdat ze vonden dat de baby niet goed genoeg had gegroeid, dat ze erg klein is en dat ze het gevoel hadden dat er niet genoeg vruchtwater in het water zat. Dat was de reden dat ik gisteren naar het ziekenhuis moest om een hartfilmpje te laten maken en om het vruchtwater te laten checken. En heel onverwachts bleek het inderdaad niet helemaal in orde te zijn. En hebben we uiteindelijk besloten om de baby eerder geboren te laten worden. Omdat anders het risico te groot wordt als ze langer in de buik blijft zitten. Dus geen badbevalling, geen thuisbevalling, een ziekenhuisbevalling. Het is natuurlijk niet helemaal hoe ik het in mijn hoofd had. Maar na gisteren even bijgekomen te hebben, ik was gisteravond echt in paniek. Gisteravond bijgekomen te hebben, lekker even thuis te zijn geweest. Ik heb lekker een douche genomen, ik heb mijn tas ingepakt. Ben ik langzamerhand wel een beetje aan het idee gewend dat vandaag gewoon de baby gaat komen en dat ik in het ziekenhuis ga bevallen. Ga vandaag ook weer gezellig mee in dit bijzondere avontuur van de geboorte van onze dochter. Het is vandaag donderdag 8 februari 2018. Goedemorgen. Hey, zusje gaat komen. Ja, vandaag. Maar wel overdag. Als jij op school bent. Ja. Fijne dag. Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers en jawel. Vandaag is het donderdag 8 februari 2018. En jullie? Baby komt vandaag uit de buik. Ja. Vandaag is het. En het is overdag. Ja, we willen zelf een heerlijk naar school. En ik ga met mama naar Isale Kliniek voor de bevalling. En als jullie uit school komen, hopen met opa en oma naar jullie babyzusje bewonderen. Ja, nou. Ik ben heel erg blij met de babyzusje hoor. Ja. Ik kom vast ook kijken en een klein cadeautje geven. Ja, dat is heel lief. Nou, en daar komt mami aan. Zo, hè? Ready to go? Ready to go. Oké, nou, kinderen naar school. Ja! Zullen we dat straks even? Veel plezier op school. Ja, Niels, de kinderen naar school brengen en ik ben aan het wachten in de auto en ik moet zeggen dat ik het nu toch wel echt heel erg spannend vind worden. Heel erg spannend. Ik hoop echt dat alles zo goed gaat en dat ze gezond geboren mag worden. En ik kan niet wachten op het moment dat ik op haar heb me liggen. Het is zo omschakeling. Ik kan niet wachten tot ze bij me is. Ik wil gewoon vasthouden. Oké, we gaan zo naar het ziekenhuis toe. Nou, komt u maar. Kijk, je winkelwagentje sla. Kijk, met je maxi cozy, logeertas en je camera spelletjes. Nou, schat. Lekker naar binnen. Hop, naar je verloskamer. We liggen op de verloskamer. En we zeggen even doei. We gaan de vliezen breken. Nou, we zijn gisteren.
Het is nu hoe laat? 11:11. 11:11. En dan wil je gaan beginnen, schat. Je wilt dat even vertellen, wat heb je gedaan? Ik heb helemaal onder de douche gestaan. En dan komen de beginnende weeën. Wil je gaan beginnen? Goed, schat, je kan het. Trots op je. Nou jongens, de weeën beginnen nu echt heftig te worden. Ik kan ze nog redelijk goed opvangen. Maar Daniel daarentegen, kijk. Die ligt hier. Dat is een mooi bankje. Heerlijk, hè? Ik heb ook een chillbedje gaan krijgen. Ik heb al net een stukje boek gelezen samen. Kijk, en we hebben deze foto meegenomen. Kennen jullie die nog? Die ik had laten zien? Een keer in een vlog. Dat was onze eerste kusfoto, hè? Ja. En natuurlijk, deze foto heb ik ook meegenomen. Met de kindjes. En de echofoto. En we hebben hier super mooi uitzicht. Kijk, buiten. Peksvolle zaal, ja. En daar staat onze auto. Daar. De peksvolle zaal, ja. Dus ja. Vanavond naar de voetbal. Nou, we gaan vanavond de man naar de voetbal. Lekker knuffelen naar de baby. En ik merk dat de weeën opvangen makkelijker is als je staat dan wanneer je ligt. En ik voel dat er nu weer eentje komt. En dat is een soort golf waar je op mee moet. En dan duurt het ongeveer een minuut. En dan gaat hij weer weg en die worden steeds heftiger. Oh, ja, dat is weer de kop. Nou, we hebben geniet van het uitzicht, zo. Kijk, we hebben hier dus ook een privébadkamertje. Oh, dit is een privébadkamertje. Ja. Gaan we? Terug de weeën maar weg. Hè? Moet ik Ine, de kamer ook opbellen? Ik wacht op tafel. En dan komt ze weer. Oké, terug maar weg. Je kunt het. Nu is het ook weer heftig voor jou. We worden hier goed verwend. Bouillon voor Vara. Met een lekker plakje kaas en een roggebroodje. En ook voor mij. Dus we zijn hier in zeer goede handen. Nou, dan skip je wel. Is dat lekker? Babymeisjes coming soon. Je kunt het. Ik ben 6 jaar, bedje wordt alvast in het roze zoals mama wenst opgemaakt. Met eigen lakentjes. Kijk, ons prinsesje. Jij bent het roze. Met het roze knuffeltje. Lekker straks. Kom te liggen. En onze kraamsuite heet Passieblo. We gaan draaien. Mijn vader die zich kracht aan het verzamelen. De weeën worden heftiger en heftiger. Het is nu precies 1. Het is 13:37. Zusjes zitten dicht bij elkaar. Er is visite. Wie of wie zal er zijn? Ina! Hi! Welkom bij ons woonkamertje, Ina. Welkom bij ons woonkamertje. Dankjewel. Sorry dat ik je knijp. Nee, ik weet niet knijpen. Ja.
zussen. Oh, zussen, zussen. Alle vier 's middags geboren. Wauw. Daar ben je, zo klein. Mama is hier. Mama is hier. Ja, is mama is hier. Luxie. Esther Michelle Bellingham, geboren op 8 februari 2018 om 3:30 's middags. Oh, ik schrik zeg. Het gaat helemaal super knap. Wat fijn dat het zo snel ging. Ja. Weer op je eigen oerkracht. Zo trots op je staan. Echt. Echt. Goddank. Zo trots op je. Ach, schatje. Je bent het terug te maken in mijn buik. Welkom in ons gezinnetje, prinsesje. Dan mag je tussen die twee kleine mag je knippen. Tussen de blauwe en de ijs. Ja. Gaat hij naar Luxie? Ga je. 1, 2. Ja, los, mami. En dan beschouwd met de roze. Ja. Mooisjes. Nou, we kijken zo, fijntjes. Goed zo. Goed zo, lekker. Lekker. Drinken. Nou, hier is ze dan, onze lieve Luxie Esther Michelle Bellingham. Geboren op 8 februari 2018, precies om 3:30 's middag. Welkom in ons gezinnetje. En als je broer Luan en je zus Lucilla jou zien, oh, dat wordt knuffelen. Liedje herken jij, Luxie? Die deed papa anders op jouw buikje. Wauw, Luxie. Oh, 27,50. Mijn vrouwtje. Lekker matje. Lekker warm. Drink smakelijk. Wil je Luan en Lucilla verliefd worden? Oh ja, oh, Luan en Lucilla zijn echt verliefd. Ja, wij al. Oren zijn er allebei. Het is mooi gesloten. Oh, een borstje denk ik. Nou schat, eet smakelijk. Ja, hallo. Hey jongen. Hallo Luancella. Mijn zusje is geboren. Jullie zusje Luxie. Is geboren. Esther Michelle Bellinga is geboren. Om vanmiddag 3:30. Toen je net thuis was van school. 3:30 is ze geboren. Lieve Luxie. Luxie ben ik. Papa houdt van je. Nu lekker in mijn loop. In je bedje. Wacht op. En nu zullen we het open. Zo fijn op een dag. Dank je God. Het mooiste geschenk. Ze doen wel mooi, maar lekker in slaap. En papa is aan. Mama is lekker toest. Ja. Lekker schoon. En nu al zullen komen. En daarna ook opa en oma. Kijk eens, wie ligt daar? Hé, Luan, geef maar. Oh, ja. Cadeautjes gemaakt. Ja, een briefje ook, wat is op de andere kant. Echt waar? Geef maar aan mami. Deze mami. Ja, dat is jullie zusje. Ja. Ze slaapt. Ja. Oké. Okay. Weet je hoe ze heet? Hoe heet ze? Lief, hè? Hey. Mam. Ik even aaien? Dan mama. Ja. Dan moet jij deze bandje om. De dokter moet alles in de mama en de baby.
En dan mag ik met deze om. Staat mijn naam op. Heel klein. Kleiner dan Lucilla. Leuk, hè? Luc, zie je? Oh. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. Is nog geen 1 jaar. Zo, de oeh, dat ding af. Voorzitter. Opa Bellingen was tweede kleindochter, hè? Gefeliciteerd. Nou, zomaar Bellingen met nieuwe kleindochter. Gefeliciteerd, oma, met Luxie. Ja. Opa en oma leggen de kinderen in bad en in bed. We gaan even lekker avond eten. Eet smakelijk. Was je eten lekker? Nu hebben we lekker een toetje. Het mooiste toetje ligt hier. Luc, zie haar bondjasje aan. Het is heel koud buiten. Je mag naar? Nog naar huis. Joepie, klaar en gepakt. Om mee naar ons huis te. Op naar huis. Wat dat bevalling, jammer. Goed gedaan, hoor. Wij gaan naar huis. Nou, het is 10:00 s'avonds. We zijn nu 12,5 uur in deze privé verloskamer geweest. Maar hier is ze dan, jongens. Onze lieve Luxie. Eindelijk. Ja. Is in ons midden. En ze mag met ons mee naar huis. Maar het is buiten heel hard aan het vriezen. Dus we gaan hem hier afsluiten. En jullie zien ons morgen met het clubje bij elkaar in ons huisje. Dus dank jullie wel dat jullie toch in deze video bij de bevalling mogen zijn. Doe de duim omhoog. Vergeet je onder te abonneren. En op het belletje te klikken. Tot morgen allemaal. Tot morgen. Dikke kus. Ook van Luxie, die alweer diep droomt.